dank je. Hey, hoi. Ja, ik wil wel even blijven kletsen, maar ik heb een beetje haat. Loop anders even met mij mee. Jij hebt zeker alweer bijna vakantie. Dat is lekker. Daar heb ik nu eigenlijk ook wel heel veel zin in. Lekker aan het strand. En dan met mijn voeten in de helderblauwe zee. En dan zo'n lekker glas frisse bij met zo'n aardbeidje en zo'n parapluutje. En dan heerlijk alle tijd om een boek te lezen. Want dat kan lekker in de vakantie. Nou ja, het zal wel meer een beetje zoals dit worden, denk ik. Maar genoeg getreuzeld, want ik zei al, ik heb een beetje haast. Ik kom naar jou toe met een heel mooi zomertopboek. Kun jij lekker verder lezen in de vakantie? Ik heb er eentje voor jou en natuurlijk ook voor al je klasgenootjes. En in het boekje er staan nu niet alleen verhaaltjes die jij zelf kunt lezen, of nog misschien wel gezelliger met een ander. Maar er staan ook allemaal raadsels in en puzzels en boekentips. En laat ook vooral even je paps, mams, opa of oma even de achterkant lezen, want daar staan allemaal weetjes in over hoe je het lezen nog leuker kan maken. Bijvoorbeeld over de vakantiebiep-app. Hoe je daar voor het hele gezin een leespakket kan downloaden. En hoe je parachutes moet gaan maken. En nou, nog veel meer. Maar kijk, collega's staan al klaar. Kom snel. Hey, Ina, ben je klaar hoor? Hallo, ja. Nou, ik vind het superleuk dat ik hier aan mee mag doen. Want alle kinderen van de groep 3 en 4 een cadeautje te geven van de bibliotheek. En dan helemaal gratis. En net voor de vakantie. Nou, ik heb mijn skiers onder. Want weet je, sport en lezen, dat gaat ontzettend goed samen. Dat heb ik al eens vaker ontdekt. Bij het sporten, dan moet je goed je best doen. Dan slaap je 's nachts lekker en je kan je ook heel goed concentreren. En dat geldt ook voor lezen. Met lezen moet je je heel goed kunnen concentreren. Als je dat samen doet, dan gaat het perfect. Dus ik vind het leuk dat ik hier aan mee mag doen. Ik ga op pad. Ik heb een tas voor je. Heel veel succes en veel plezier. Dankjewel. Doei. Ja, het is heerlijk weer, dus ik denk, nou, ik ga eens even een stukje fietsen. En zo is het al net alsof het vakantie is. Ja, heerlijk vakantiegevoel. Nou, veel plezier. Dankjewel. Tot straks. Kijk, daar hebben we Leanne al, op de scooter. Ja, ik denk, ik ga maar op de scooter, want we moeten zo ver. Het is van Emma Kompas, van Zandvol, van Erika naar ons winkel hier in het centrum. We moeten zoveel doen, want we gaan bij alle basisschoolkinderen langs. Dus nu kan ik lekker snel. Zo is dat, geniet van, want we hebben ontzettend veel leuke plekjes hier natuurlijk in gemeente M om extra te genieten van het vakantiegevoel. Nou, je ziet het, we hebben hartstikke druk, dus ik ga er ook snel vandoor. En ik wens je alvast een hele fijne vakantie met heel veel bewegen en leesplezier. Oh, en voordat ik het vergeet, wij zijn heel nieuwsgierig hoe jij je vakantie beleeft. Dus houd ons op de hoogte door een leuke foto te sturen naar het onderstaande adres. Waarop we jou zien lezen op een spannende, of misschien wel mooie, of te gekke plek. En misschien win je daar wel een hartstikke mooie prijs mee. Je kunt ook even bij ons langskomen, bij de bibliotheek. En op de site kun jij de openingstijden zien van de bibliotheek bij jou in de buurt. Ik hoop je heel gauw te zien. Doei!